Hallo, vandaag zijn we weer terug bij een nieuwe video. Vandaag ben ik met mijn broer. We gaan Smash Bros. Doen, jammer de storyline. We gaan niet helemaal leuk vechten. Alleen, dat gaan we doen. En dan gaan we ons te verbanden, zeg maar. Gewoon tegen de poepetjes. Ja, laten we gewoon dat doen. Dat is, hoe doe je dat? Hoppa. Extra's? 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 Nee, dit is extra's. Extra's! Oké, goed. Goed zo. Nee, dat was niet. Nee! Flip. Dan kijk ik van A tot dat je A wordt en dan B. B! Oh, we zitten met de optical, maar dat is fijn. Nee, maar dat is gewoon passie. Oké. Spirit dan. En dat is waar je spirit gebruikt. Avontuur, yes! Ja, avontuur, yes! Druk op de knop. Nieuw avontuur. Normaal. Dat is gewoon minder. Nee, normaal. Nee, we gaan ook niet even voor... Normaal! Oké, normaal. Normaal. Gaan we nog niet... Als we deze gameplay misschien hebben afgespeeld, dan gaan we hem uitgespeeld, dan gaan we misschien... Hoe heet dat? Moeilijk doen, zeg maar. Ja, Maar het moeilijkste wat je kan doen. Hey, besef je even. Een Nuzlocke. Elke karakter die doodgaat, die je hebt, die mag je niet meer... Nee, dat is wel heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Zo goed zijn we niet. Overslaan. Nee, laten we eens even kijken. Nee, dat verspilt onze tijd. Oké, hier zijn we als Kirby. Kirby. De ronde, zachte puffbal. Of wat dan ook. Shiny. Oké. Cassie, ik ga ermee beginnen, oké? Neville Force. Ik ga beginnen, oké, Daniel? Ja. Oh, moet ik daarbij? Oh ja, ik dacht niet. Goeie, we hebben het al een keer gespeeld. Avonturiers. Nee, je moet nog je spirit kiezen. Nee hoor, hebben we al. Nee hoor, hoofdspirit moet je nog doen. Kirby. Spirit. Die dat hebben we niet. Wel, die kregen we aan het begin. Oh. Vechten. Die hadden we niet. Vechten. Nee, gewoon even. Oké, here we go. Als je hem niet verslaat, dan ben je... Ja, we zijn er wel veel beter in geworden. Ja. Tegenstanders worden af en toe metaal. Kijk er even uit voor, oké? Wauw. Oh ja, je hebt gelijk. Dat zei ik al. Er stond daar een dingetje en dat zegt dan van wat er kan gebeuren in de battle. Oh, ik kan hem niet meer inzagen. Oh, jammer. Spieg hem uit. Oké, je hebt klaar dan, de vuurbal. Als jij dit kan. Ik denk dat we dus gaan aanspammen. Echt, hè? Krijg dat! Get him! Get him! Kan ik ook dit duitje droppen? Ja. Dat kan je niks meer doen. Get him! Hij is bijna dood, Nee! Nee! Oh, nee! Wacht! Hij kan van... Ja, die vent, Daniel, jij mag nu. Oké. Daniel gaat nu spelen. Christian wordt soms wel heel erg opgewonden wanneer hij verliest, dus hij kan wat druk doen. Here we go. Snap je eerst mijn tactiek? Ik dacht dat hij zomaar veel harder uitging. Wat ben jij wel van aan doen? Ja, wat? Oh, jammer. Had ik dat maar gedaan, hoe deed dat? A. Gewoon loopt en B. Oh. Ik denk dat ik wel altijd dat eruit, maar uiteindelijk dat ik hem dan wel had. Wat zei je? Dat ja. Nog... Als ik die jump had overleggen, had ik hem wel gehad. Hier go. En daar was boven de 100. Nice. Oh, trouwens! Oh nee, Kirby kan vliegen! Ja, waarom wist je dat niet? Oh, dan ben ik vergeten! I won! Dat was ik vergeten! Wow, omdat ik overleefd! Neville Force, wacht even. Begin met de Unera. Wat is een Unera? Wacht even, laat even lezen daaronder. Yeah. Moet even opnieuw. Begin gevechten met een Unera. Als je deze aanvalt, komen er stekels uit. Oh. Dat zijn hulpspelers, die kunnen ook equippen. Nee, nee. Hij is level 9. Oké. Okay. En we hebben een normale snack. Nice. Yeah, we know. We read the thing. Kirby Hammer. Amiibo figuurspeler.
Of kan je met deze ook amiibo? Ja, natuurlijk. Als je het trillen, dan kan je hem tegen vechten. Trouwens, we doen hier even 3 levels en dan is het denk ik wel weer over voor deze aflevering. Yoshi! Want het is nu alweer 5 minuten voorbij. Dan zie je hem tegen 3 Yoshi's. En dan komen ze soms pokeballen in het gevecht. En soms kunnen ze de vuilde versterken. Alleen pokeballen zijn wel fijn. Nee! Ik ben er heel ver. Ja, dat gaat gewoon wettelijk. Auw! Auw! Eevee zit jou gewoon te rekken nu. Auw! Je wordt gewoon gerekt door een Eevee. Auw! Nee. Kussie, je kan het. Nee, ik kan het niet. Waar ben je? Ik kan natuurlijk niet aanvallen. Nee! Ga weg! Hoe kan je ook wat aanbod? Dan kan je het snel gebruiken. Want nu word je gewoon gered. Nice. Nog één Yoshi. Die echt nog lang niet dood is. Yes. Ja, bijna een super. Oh! Je hebt een charge move. Ik deed gewoon dit en opeens deed je een charge move. Dit was echt wel heel makkelijk. Dit duurde gewoon echt een minuutje. Even rustig praten. Hadden we tot de 20 minuten en dan gaan we gewoon stoppen. Behalve als we... Mag ik nu? Ja, ik ben bij de verrast. Here we go. Celeste. Oh, chips. Het is een Jigglypuff. Dit vind ik echt super leuk. Dan ga ik gewoon die super video van maken achter elkaar. Dit wordt gewoon een serie. Ja, want dit vinden wij leuk om te maken. Ik denk dat jullie het ook leuk vinden. Oh ja, als jullie het irritant vinden zonder cut, dan is het ook. Dan is dat jouw probleem. Dan moet je gewoon even naar voren spoelen. Holy chips! Hij denkt hier een slaap move! Of hoe het ook heet. Ik ga even mijn neus gebruiken. Ik heb mijn neus snuiten. Zie je zo. Poffie. Hij doet het alweer! Nee. Chips. Oh wacht, nee. Wat heb ik dat doen? Oh no, I know what that is. Yeah, I won! Celeste. Yeah, ik kan weer. Ik zei laatst tot de 20, omdat ik dacht dat er nog heel weinig... Oeh, we krijgen Mario. Kassi, faal dit niet. Nou ja, we willen niet gewoon zomaar 8 minuten video maken. Dat is echt een beetje kort. Oh Mario, deze krijgen we dan toch? Ja, deze krijgen we dan. Even kijken of... Oké, we hebben alles. Spirits. Dat heb ik even voor dat we dat gedaan. Nee, maar zo resetten ze. Dat gebeurt er nooit. Kassi, hier zo. Battle! Let's do it! I can't lose this! Wat denk je dat deze springt gewoon? Daar, eindelijk! Nice. Oh! Je gaat het spike! Daar! Jesse, wat een fire flower! Ik ga een vuur spelen! Wat doe ik dat? Ah! Ja! Ik ga de kip weer doen. Oké. En dat kan ook, dat kan goed. Oh nee, maar ik kan die kip niet doen, dan doe ik dit. Omdat je de vuurbloem hebt geëquipt. Die moet je even laten droppen. Maar deze ook, deze vind ik veel fijner. Popcorn. Hij gaat Oh! Nice! Die was echt heel lekker. Mamma mia! Mario vecht me. Ik denk dat ik normaal voor Mario ga, want die kan wel met Dex counteren. Ik geloof dat mijn dus ook wel met Mario gaat. Nee, dan ga ik. Maar als we Donkey Kong krijgen, ga ik heel erg Donkey Kong zijn spelen. Oeh, wachter. Kassie? Hier is de spirit. En dan. Here we go. En je moet tegen Rob, geen zachte. Zo'n reusachtige Rob, Daniel. Zo'n reusachtige Rob. Weet je wel hoe sterk dat ding is?
Oh, wacht, dat ding kan je niet. Laat hem in de spike. Dus ik denk dat de een. Waarom kill je niet Mario? Dan kan je ze counteren. Als je curry bent, dan ben je klaar. Dan kan je die niet dragen met de laser. Wat hij elke keer gebruikt. Oh, nu snap ik het. Die! Fucking die, idiot. Here we go. That was easy. Ik geloof dat het wel tot 12 minuten komt. Nee, 20. Wat gaat het? Laat het 12 doen. Nee, 20. Oké, 15. Oké. Welke vechter gaan we kiezen? Check alle vechters. Ja. Yeah. Marv en deze krijgen we dan niet, hè, volgens mij. Wel, deze krijgen we. Oh, jawel. Dorpsbewoner of Chic? Ik vind Marv wel het slimste idee. We gaan toch later toch terugkomen voor nog maar één. Ja, alleen kijk, als je deze doet, dan kan je niet meer die twee doen. I know, maar later in je avontuur kom je weer terug hier. Oh. Dan een andere. Dus, wat gaan we doen? Dorpsbewoner is ook heel goed. Ik zou Marv doen. Dat zou ik doen. Of Chic, welke moeten we nou doen? Nee, langer. Maar Ja, of Chic. Kijk. En Chic is ook heel goed. Chic heeft een verlaging tegen Kirby. Ja, laten we gewoon voor Marv gaan. Heeft een sterking tegen Kirby. We gaan Marv kiezen. Oké, Chrissy, ik clip even een Mario. Nee. Oh. Wapenweerstand. Oh, hij heeft een zwaard. Doe die. En ik kies niet terug. Ik kies Mario. Ja, laten we Mario. Laten we Mario kiezen. Mario is denk ik heel goed voor. B. En dan Mario. Here we go. Mario is volgens mij wel de beste kant van de kamer. Ik geloof het wel. Vechten. Dus. Ah. Dus elke die we kiezen is in de Mario. En dat maakt het uit. Dat maakt niet uit, Chrissy. Ik ben ook weer slecht in dat, maar dat weet je. Niets. Ja, ik daaide bij mijn school en dat gebeurde. Oh, dat is een stem. Dat is wel lekker. Heel leuk. Ik vind het wel cool dat ik net dat we Mark hebben gekozen. Ha. Ah! Ha, je deed een oplaag. Oplaag. Dat is raar, dat is handig. Echt? Ja, pak het! Auw! Nou, we hebben toch een oneindig kansen dus. Hoe gebruik je deze? A. Easy. Hoe lang is dat waard? Easy. Easy! Waarom deed hij dit? Hij is echt de domste mens op aarde. Hij is echt de domste bot op aarde. Ja, gaat maar dood. Ik vind het helemaal goed. Je geeft het een waarde omdat je niet kunt bereiken. Je dropt in de ding. Naast je hebt het. Rennen en aan geeft het je een voordeel, want je kan nog even dan van een range. Haha! Easy. Het is gewoon langzaam aan het doodgaan. Oh, Big Bang! Oh, waarom deed je dat? Je hebt de super! Ja! Victory, yeah. Oh, ik bedoel, hopelijk. Hij had net ook zo super! Ja, omdat... Hij is zo lucky! Oh. Als je heel veel meer damage krijgt, hoe sneller je dan je super bereikt. Oh! Dat is het ding bij je avontuur. Nou, we hebben gewonnen. Daar gaat het om. Hoeveel vaardigheidsfiches hebben wij? Yes, Chrissy. We hebben nu een vaardigheid. Yes. We zijn nu de vaardigheden. Woehoe.
Trouwens, het is over 15 minuten. Dat wordt de zetter. Wat gebeurt er nou weer? Oké, zie je later.